FC Groningen maakt zich klaar voor een ware promotiekraker. De nummer 3 van de keukenkampioendivisie neemt het morgenavond op tegen de koploper Willem II. De Tilburgenaren staan 4 punten voor op FC Groningen. Nummer 2 Rode JC 1 punt, met nog 3 wedstrijden te gaan. Plek 1 en 2 geven recht op directe promotie naar de eredivisie. Trainer Dick Lukien heeft geen uitgesproken favoriet. Wat boeit dat eigenlijk ook, wie de favoriet is? Ik denk dat dit twee ploegen zijn die aan elkaar gewaagd zijn. Dat is in de eerste competitiewedstrijd bij ons thuis gebleken. En in de beker waren wij daar beter, vond ik. Dus ja, de ploeg die de hoogste kwaliteit haalt en het plan het beste uitvoert, ja, die heeft waarschijnlijk de kans op de meeste kans op de 3 punten. Lukien kan gewoon beschikken over doelman Hille Jeuijers. De keeper kreeg afgelopen zaterdag nog een rode kaart, maar die werd kwijtgescholden. Ja, nou ja, uiteindelijk ben je in afwachting van die uitspraak. Maar ik had daar gelijk na de wedstrijd al het goede gevoel bij. Dus uiteindelijk moet je dan 2 dagen wachten. Maandagmiddag kwam het. Dus dan is het een bevestiging van mijn gevoel. Maar uiteraard is dat ook wel een opluchting. Hij is heel belangrijk. Ik denk dat dat ook blijkt uit de cijfers en statistieken. Dat sinds hij op goal is gekomen, dat we heel veel punten hebben gehaald. En heel vaak op de nul hebben kunnen spelen. Dus daar heeft hij gewoon een hartstikke goede, significante rol in. Ik doe altijd de nuance dat dat niet betekent dat we met Michael Verrips een slechte keeper hadden. Want Michael is gewoon een goede keeper. Alleen met de komst van Hidde is het betrouwbaarder en stabieler geworden. De spanning naar het einde van de competitie loopt op. Lukien heeft er speciale aandacht voor. Dat hebben we vorige week gedaan. Door daar een sessie aan te wijden dat de vragen die jullie stelden. Hè, komt er dan meer spanning bij, komt er meer druk bij? Nou, die vraag hebben we ze eigenlijk gewoon voorgelegd. En ja, bij de ene wat meer dan bij de ander. Alleen het is natuurlijk ook zo dat, dat je wel merkt dat er iets meer aan de hand is. En dan moet je dat volgens mij ook gewoon uitspreken. En dan moet je ook benoemen richting die spelers dat het eigenlijk ook wel gewoon heel logisch is. En dat je dat misschien ook wel moet koesteren. Want als het druk bij komt, dat betekent vaak dat je het goed doet en dat je iets kunt winnen. Ja, dat hebben we met z'n allen voor elkaar gekregen. Dus nu zaak om te proberen dat in een soort van ultieme beloning te krijgen. De hoofdtrainer kijkt met vertrouwen naar de wedstrijd. Ik geef ze altijd mee dat wij moeten beseffen waarom dat dingen gaan zoals ze gaan. En als wij doen wat wij in ons hebben en doen wat we kunnen, ja, dan ga je daar ook heel veel vertrouwen in krijgen. En dan krijg je heel plezier. En voor mijn gevoel is dat ook hartstikke belangrijk, dat je het gevoel hebt dat je daarbij met z'n allen top presteren, maximaal presteren. En dan gaan we morgen kijken of dat goed genoeg is om daar de 3 punten weg te halen. De wedstrijd Willem II FC Groningen begint morgenavond om 8 uur in Tilburg.